Nog niet zo lang geleden heeft de bewoner een blauw oog opgelopen. Uh, spullen van hen worden vernield. Uh, ze wonen in een beschermde woonomgeving, maar dat wordt beschermend. Dat kunnen we bijna wel weglaten. Eieren tegen de ruiten, diefstal en vuurwerk op het balkon. Er zijn al maatregelen genomen zodat de bewoners veilig op hun balkon kunnen zijn. Maar het lijkt niets uit te maken. Ook bewoners merken dat de groep mikpunt is. Ze worden wel gepest, en door hangjongeren en zo. Dus ja. en wat is dat dan voor pesten? Spullen gooien, schelden. De bekende druppel is een medewerker die aangeeft niet in de wijk te durven werken. Verhuizen is nu nog het enige dat bewoners en personeel willen. Ik ben al jarenlang directeur van deze stichting. We hebben 180 adressen in de stad, maar dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. En ik merkte dat ik er last van kreeg. Ik voel me verantwoordelijk voor de bewoners, maar uiteraard ook voor de medewerkers. En ik vind we kunnen niet gaan wachten tot iemand een schedelbasisfractuur heeft en in het ziekenhuis ligt. Zijn het nou uh, met name allochtonen die voor de problemen zorgen? Ja, dat is wel zo. Ik vind het heel erg vervelend. Ik vind dat wij in alle wijken in Den Haag moeten kunnen wonen. Maar ja, toevallig in deze straat hebben we erg veel overlast. De gemeente zegt te zoeken naar een oplossing. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een stichting zich vanwege pesterijen gedwongen ziet te verhuizen. Daarom is de gemeente op dit moment met de directie van de stichting in gesprek... om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Ook Woningcorporatie Haag Wonen zoekt een oplossing. Wij kunnen de verbindende factor zijn met het in contact brengen van verschillende partners, zoals de politie, maar ook de buurtbewoners. Maar voor Anton Constanze staat inmiddels vast dat de bewoners vertrekken. Wij zoeken nu naarslag naar een goede vervangende huisvesting voor deze groep bewoners, die het toch al niet zo makkelijk hebben. Met een psychiatrische diagnose, en die we vooral een veilige en een beschermde woonomgeving willen bieden. Volgende week is een gesprek met woningcorporatie Haagwonen gepland. De PVV in de Haagse Gemeenteraad heeft inmiddels het college om opheldering gevraagd over de situatie in de Schilderswijk.